Dus hier, Ben? Ja. Dit is een heel oud poeltje. Ja. Waar, laten we zeggen, misschien wel, er zijn waarnemingen van 50 jaar geleden dat hier al heel veel vuurpadden zaten. Kunnen we even gaan kijken? Jazeker. Moet je wel even over de draad stappen, hè? Ja. Ik ben daar ik laat jou vrij geoefend in, ondanks mijn jaren. Oh, maar... oh. Ja, zullen we dat wel eens zien, hoe mij dat afgaat? Nou, het gaat helemaal goed komen. Kijk, en dan zie je al de eerste geelbuikvuurpadden bewegen. Ze gaan al heel voorzichtig naar die kant lopen, allebei. Kijk, daar gaat er een. Ja, ik zie wel wat beweegt. Zie je dat? Ja, dichterbij moet je niet gaan, dan zie je weg. Hup. Het probleem met de geelbuikvuurpad is, er zijn niet genoeg voortplantingsplekken. Deze pad legt eitjes in plasjes water die een maand of twee blijven staan. Maar veel van dat soort regenplasjes droogt tegenwoordig veel te snel op. Daar hebben we nu een noodoplossing voor bedacht. En het blijkt heel goed te werken. Ja. Dat zijn gewoon koeiendrinkbakken. Wij dachten van als we die nou eens ingraven van een afvoer voorzien, dan kunnen wij zelf bepalen wanneer die dingen droog staan. Want dan moeten ze echt, anders gebruiken ze ze niet meer. En wanneer ze water hebben. Gecreëerd? Ja. Het is een crash voor geelbuikvuurpadden. Kijk, daar gaat een geelbuikvuurpad, een volwassen beest. Hè? Kijk, nou komt hij aan. Als ik nou heel voorzichtig doe, dan... Kijk. Wauw. Zo eenvoudig kan dat zijn. Dan gaat hij natuurlijk wel vandoor. Maar ik pak hem eens even. Kijk nou. Wow, te gek. En... Nou, dit beest, heb ik mijn leesbril niet op, maar is een vrouwtje. Ja. En soms dan vangen we die beesten, fotograferen ze, want die buik, dat is net als onze vingerafdruk. Elk dier heeft een individueel buikpatroon. Ja. En daar kun je zijn leven lang aan herkennen. Sommige zijn gezenderd, Ben? Ja. Oh, kijk. Hier hebben we er 23 gezenderd. Okay. En op goede dagen vinden we er een stuk of 17 terug. Aan het eind van dit onderzoek kunnen wij kijken waar zitten die geelbuikvuurpadden als we ze niet zien. En dat is wel heel belangrijk, want soms 60%, kijk daar zit er weer een. Huh. Die zit dus blijkbaar ergens in het gras. Ja. En voor beheerder is dat soort informatie heel belangrijk. Als ik die geelbuikvuurpadden habitats wil beheren, ja, moet ik dan 50 vierkante meter beheren of 5000 vierkante meter. Maakt nogal een verschil natuurlijk. Hè? Ja. En waarom kunnen ze zich niet hier voortplanten? Dit is omdat te groot. Die beesten hebben dat gewoon door. Dit water staat er altijd. Dus hier komen op een gegeven moment heel veel salamanders in. En dat is het nadeel van die geelbuikvuurpad. Die komt pas in juni. Dan zijn er dus al heel veel salamanders, maar ook kikkervissen van bruine kikker en gewone pad. Die hebben allemaal ontzettende honger. En dat zijn er honderden. Dus je kunt je voorstellen als een geelbuikvuurpad daar 100 eitjes afzet. Ja, die zijn met een beetje pech zijn die binnen 20 minuten weg. Ja. Dit zijn weer van die mooie poeltjes door jullie aangelegd, waar ze zich kunnen voortplanten. Ja. Ik zie van hieraf zie ik zelfs al een jong beest zitten tegen de betonwand aan. Zie je die of niet? Oh, hiervoor? Ja. Maar hier recht voor je neus zitten er ook twee tussen die grassprieten. Oh, ja. Maar om nou echt te zeggen van, kijk, dit is eigenlijk wel een oplossing om een moeilijke periode door te komen. Want mijn ideaal zou echt zijn dat we straks zorgen dat we die enorme ontwatering van het landschap, die een halt toeroepen. Ja. En dat die geelbuik weer een plek reed in het landschap waar die vroeger ook zat. Alleen ja, als we daarop moeten gaan zitten wachten, zou het wel eens kunnen zijn dat er geen geelbuikvuurpadden meer zijn tegen die tijd. Dus dat willen we echt voorkomen. En dan ben je soms genoodzaakt om dit soort dingen te doen.